Bij FC Dordrecht werd zaterdag een grote schoonmaakactie gehouden. De supportersvereniging had het initiatief genomen voor het poetsen van de tribunes. En daar werd door zo'n 25 fans gehoor aan gegeven. Gewapend met bezem, sponsen en schoonmaakmiddel dat gesponsord werd door de lokale supermarkt, werd er hard gewerkt. Komt er nou veel vuil af? Wat zegt u? Komt er veel vuil af? Nou best! Was wel, het mocht wel weer eens een keertje. Wat gebruikt u voor schoonmaakmiddel? Ik heb geen idee. Gesponsord door Kees van der Poel. Dat weet ik wel. Ik heb geen idee wat voor schoonmaakmiddel we hebben. Is dit voor het eerst dat u deze klus klaart? Nou, niet alleen, hè. Nee, maar doet u nu voor het eerst mee? De eerste keer aan mee, want wij zagen het ook voor de eerste keer op Facebook voorbij komen. Wij komen ook eigenlijk elke thuiswedstrijd. Nou goed, en Dordt is natuurlijk een kleine club. En kan alle handjes goed gebruiken. Vindt u nou nog wel eens wat bijzonderheden hier tussen de stoeltjes? Weinig, niks. Alleen maar oude teringzooi. Ja, stof, heel veel stof. Geen geld? Nee, weinig, jammer. Ja, dat zou gelijk naar de club gaan, hè? Kunnen we gebruiken. Ja, is het zo penibel met de situatie van de club? Nou, ja, het geld kan er altijd bij, hè. We weten dat we geen grote begroting hebben, dus dan... Hoe lang bent u al supporter van deze club? Ja, vanaf 96 woon ik hier in de regio, dus sindsdien is het begonnen. Dus ja. Wat is dat nou? De samenhorigheid. Het kleinschalige, iedereen kent iedereen. Ja. Dat is leuker dan bij zo'n grote club. Dat denk ik wel, ja. De schoonmakers moeten een beetje opschieten, want dezelfde middag nog moet er gespeeld worden. De laatste pot in de serie oefenduels ter voorbereiding op het nieuwe seizoen staat op de planning. Na 12 uur nemen de fans de tribune weer in. Je begint beneden, maar bij schoonmaken moet je volgens mij altijd boven beginnen. Ja, daar heb ik allemaal geen verstand van. Moet van boven naar beneden werken. Ja, we beginnen gewoon ergens. Er zijn weer genoeg mensen, denk ik. Gaat het lukken om het voor 12 uur allemaal klaar te hebben? Makkelijk, ja. Een uurtje, denk ik. Ja, maar moet je ook de andere tribunes doen? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar we beginnen bij West, die is altijd het smerigst. En daar zitten de meeste mensen. Ja, en daar zit ook de harde kern, hè? Ja. We gaan zo nog even op Noord kijken, denk ik. Of het nu aan de blinkende tribunes lag of niet, de wedstrijd tegen RKC Waalwijk werd glansrijk gewonnen met 4-2.